Ik heb het nooit nodig gevonden, ik heb genoeg aan de vingers. Maar als ik bijvoorbeeld de hele dag thuis aan het werk ben, ja, dan vind ik het lekker om als pauze of zo. Ja, vind ik echt helemaal lekker. Ja, vind ik echt helemaal lekker. Ja, zeker ook als ik bijvoorbeeld een beetje stress heb of een lange dag heb gehad of zo op werk. Nou, dan ga ik er gewoon echt even voor zitten. Onder de douche, 's avonds in bed. Ja, dat doe ik wel eens. Ja. Nu met mijn partner eigenlijk niet, nee. Voorheen wel, maar nu niet. Dat doe ik samen met mijn partner. Ja, vrij gezond, denk ik ook om te doen. Zeker. Ik masturbeer regelmatig. Vind ik heel lekker. Ja. Wil je dat ik daar wel over vertel? Of? Maar als ik bijvoorbeeld de hele dag thuis aan het werk ben, ja, dan vind ik dat lekker om als pauze of zo. Ik denk een paar keer per week als ik me er zelf fijn bij voel en als ik me een beetje wil ontspannen. Nee, die heb ik ook eigenlijk nooit gehad. Zo, jazeker. Absoluut, ja, de Satisfier is gewoon... Is mijn beste vriendin. Ja, ja, ja. Ik heb het nooit nodig gevonden. Ik heb genoeg aan de vingers. Ja. Ik heb zeker seksspeeltjes, ja. De Satisfyer Pro, wel bekend. Dat is eigenlijk het enige seksspeeltje wat ik gebruik. Ik heb heel veel seksspeeltjes. Ik gebruik het voornamelijk zelf, maar ik vind het ook leuk om te gebruiken wel met mijn partner, ja. Nee, nee, gebruik ik niet. Ja. Ja, 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 zeker. Ik denk dat heel veel vrouwen daar absoluut wel eens last van hebben gehad. Ik ook. Het is geen pretje, maar het is ook gelukkig zo op te lossen. Ik had last van een brandend gevoel en van jeuk. Maar toen had ik me laten testen en toen was het geen SOA. En toen kwam ik eigenlijk op een schimmelinfectie uit. En sindsdien ik dat weet, kan ik het ook wel beter herkennen. Want het is echt nog wel eens vaker voorgevallen. Jeuk. Branderig gevoel en zo. Branderig gevoel en jeuk bij mijn vagina. Nou, als je het één keer hebt gehad, dan weet je daarna meteen wat het is. Dus ik dacht eerst namelijk soms dat het een SOA was, omdat je het ook van iemand anders kan krijgen. Dat is bij mij gebeurd, maar dat was het gelukkig niet. En nu herken ik meteen de symptomen.